Lid NL toen uw partij regeermacht had, was kinderbijslag 3 SRD. Je kon niet eens een trui kopen voor je kind. Heb je nu zoveel interesse voor kinderen en jongeren? Of het lid Naring. U heeft gezegd, tijdens de regeerperiode, Venetiaan was kinderbijslag 3 SRD. En warempel, het was zo. Maar weet je wat je had? Weet je wat je had naast die 3 SRD? De moeders konden babyvoeding halen voor 2 jaar, 7 blikken, gratis, konden ze krijgen. Weet je wat je kon doen? Verder had je ook nog dat die ouders studiefinanciering kregen voor hun kinderen. Elk kwartaal werd het ze gegeven. Weet je wat je ook nog had? Je kon met je geld kon je een pamper kopen voor 15 cent. Weet je wat je nu doet met 50 SRD? Je kan niet eens genoeg voeding voor je kinderen kopen. Laat staan het kind een goede toekomst geven met 50 SRD. Dus laat me er dit van zeggen, mevrouw Nadine. Wanneer u zegt dat we een kind 3 SRD geven, dan moet je ook kijken naar die extra zaken die werden gegeven. Nu geven we het kind 50 SRD, maar die moeder moet 400 SRD neertellen voor onderwijs. Bijna 1000 zoveel voor ADEC. Vroeger was ADEC 32 SRD. Dat was ADEC. 35 heb ik nog gekend. Heb ik nog gekend. Vandaag moeten we onze kinderen zeggen dat ze 1000 zoveel moeten betalen voor ADEC. Is dat ontwikkeling? Dan zou je het beter moeten doen. Dat is wat ik wil aangeven.